Het gaat over een familie die besloten heeft om gezamenlijk uit het leven te stappen. Dit is naar waar gebeurde feiten en het is een reconstructie van die laatste avond van dat gezin. Vanuit het standpunt van een meisje van 16 ondertussen, die denkt, goh, hoe zou onze laatste avond als gezin eruit zien? Zij komt binnen bij Milo Rauw. Voilà. Ik kom binnen en hij vraagt of ik het zou zien zitten om een familiedrama te spelen. Samen met een man en 2-3 kleine kindjes. Toen antwoordde ik in mijn beste Engels. I think that maybe it's difficult for me. Repeteren met kleine kindjes, dat wil zeggen vakanties, weekends, repeteren. En ik had juist besloten van ik wil eigenlijk de vakanties en de weekends meer spenderen met mijn kinderen. Hij zei dan, vraag het eventueel aan uw eigen kinderen, wat ik al niet zag zitten. Bij het buitengaan eigenlijk zei hij, zeg, ik heb trouwens gehoord dat uw man een acteur is. Moest hij dat niet leuk vinden dat je dat doet met je 2 kinderen, kun je dan hem misschien ook vragen of dat hem niet mee wil doen. En toen zei zij... Toen ben ik naar huis gereden, daar 5 minuten over nagedacht en na 5 minuten had ik al zoiets van, dat gaan we dus niet doen. Want zot is dat, die Milo Rauw. Waarop Filip, ik dacht, je gaat direct ook zeggen van, wat een zot, en trouwens, theater interesseert mij niet. Maar die had zoiets van, ja, het is goed dat je het zegt, want daar moeten we nu toch gewoon even over nadenken. Gaat het meenemen? Hoe gaat het meenemen? Moeten we echt op voorhand afspreken dat we kunnen zeggen, nu gaan we erover stoppen. En te meer gaat het over existentiële vragen toch ook. Allee, dat is dan zo gekomen na het werkproces. Want in het begin was het zo dat we begonnen te repeteren. Repeteren hield in, gesprekken voeren. Welke case gaan we nemen? Milo Rauw zijn formule is meestal gestoeld op het feit van ik neem een waar gebeurd feit. En daar maak ik een mengeling van zeer persoonlijke zaken die de acteurs meebrengen. En die mix ik dan met dat waar gebeurd feit en die reconstrueer ik dan. Dus eerst en vooral was het een research naar die waar gebeurde feiten te gaan zoeken, een goede case te vinden. Dat heeft zeker een maand of 2 of 3 zelfs geduurd voordat we uiteindelijk op die case van de meesterfamilie tegenkwamen, die gezamenlijk besloten hebben om uit het leven te stappen zonder enige aanwijzbare reden. En dan zaten wij thuis met ons vieren in onze bubbel. Met iedereen. Mochten we niks niet meer doen. Je zit met 4 mensen waarmee je je werk eigenlijk aan het doen bent, samen thuis, hadden we al een tijd en mochten we er niks mee doen. Plus dat we ook nog eens met het feit zaten dat we beseften, dit gaat, dat stuk wat we aan het maken zijn, gaat ook heel hard over het nu, namelijk dat je uitzoomt en kijkt naar beneden en ziet van, oh jongens, we zijn soms toch zo, verkeerd is misschien een groot woord, maar fout bezig en we zijn allemaal bezig met onze economische belangen en met onze en we vergeten dat er iets helemaal anders, misschien wel 100.000 keer belangrijker is dan die rat race waar we in zitten, dan dat wat we allemaal aan het nastreven zijn. Misschien streven we wel iets helemaal fout naar en moeten we misschien wel alles omkeren en helemaal anders denken. Dat zit voor mij heel hard in dat stuk. We hebben het dan verfilmd, we hebben het echt. Echt wel de bedoeling, het is geen captatie. We hebben toch met een kraantje gewerkt, we hebben zelfs met drones gewerkt. Er zijn stukken uit het verhaal toch weggenomen omdat die niet werkten in de film. Ik heb het zo dikwijls gezien in die film, dat ik mij vergis in toneelstuk soms, of dat ik moet nadenken. Er zijn andere volgordes. Er zijn alle andere volgordes, dus dan denk ik, nu komt hij aan. Nee, dat is niet waar, dat is in de film. Wat staat er nog op het programma voor jullie nu? Oh nee, maar dus we zijn wel aan het ontwikkelen, nog andere projecten zijn we aan het ontwikkelen, we zijn met een televisieserie bezig, met andere langspeelfilms zijn we bezig. Er wordt niet zoveel verdiend, maar wel zeer hard gewerkt. Er wordt niks verdiend, veel uitgegeven en subiet zijn we failliet. Het is pas door aan die andere kant van de lijn te gaan staan dat je ziet, je denkt daar mijn enthousiasme aan te beginnen en volgend jaar of het jaar daarna zullen we misschien kunnen draaien en de realiteit is dat je daar ondertussen al 4 jaar mee begonnen bent en dat we nu het eerste gedraaid hebben. Hè? Wat? Toch in onverwacht rap ineens was, ja. De COVID heeft het versneld. We hebben ons niet laten lam leggen erdoor. We hebben onze rug gerecht en gezegd, we moeten iets doen, we kunnen niet blijven zitten en we gaan ons niet laten ringeloren door dat verdomde virus. Cinema.